Dit is onze campus. Daar hebben we de cafetaria en hier... Sorry, dit is dringend. Ik moet gaan. Huh? Wat? Huh? Maar dit is een badkamer. Nee. Dus dit is waar we verondersteld worden te wonen? Echt? Ik vind het geweldig. Oké, jongens, ik claim de badkuip. Ik heb er met een gouden creditcard voor betaald. Ik heb een stapel geld. Ik heb een muntstuk. Het is gemaakt van chocolade. Welke hoek laat mijn geld er beter uitzien? Woef, wat is dat zwaar? Holly, wat is die rommel die je hebt meegenomen? Oh, een doos. Ik heb er maar één nodig. Ik verander het in. Wow, Holly heeft al een bedframe klaar. Hé, dat is zo onbeleefd. Dit bad past niet bij mij. Een gouden jacuzzi is echt iets voor mij. Wow. Wat is dit? Nee, ik heb een mooie muur nodig. Rood fluweel is perfect voor een koningin. Bezorger, hierheen alsjeblieft. Breng het zwembad naar boven. Dat is het. Rustig, laat het niet vallen. Geweldig, bedankt. Bedankt voor je werk. Dag. Ik heb ook een badkuip. Papier-maché-stijl. Ik heb het zelf gemaakt. Het enige wat we moeten doen is het frame schilderen zodat het bij het pad past. Oh. Leuk! Wat is die verschrikkelijke geur? Oh, dat ben ik. Ik heb een douchegordijn nodig. Dit karton is goed genoeg. Ik heb een sluiting nodig. Gordijnstang. Nu is mijn perfecte kartonnen douchegordijn klaar. Er zit zelfs een kleedje bij. Colin! Hey Colin, ben je hier? Oeps, ik laat je alleen. Hoi, ik heb een luffa nodig. Sorry, we zijn helemaal uitverkocht. Wat? Allemaal? Wie heeft er zoveel luffa's nodig? Een meisje was hier net. Als je luffa's uit elkaar haalt, kun je er een bedhemel van maken. Ik heb de lichten nodig. Laat er licht zijn. Oh, dat wil ik ook. Gelukkige rijke mensen. Zij hebben neonlichten. Het enige wat ik heb is een telefoonzaklamp. Maar die is ook best goed. Verschillende luffa's. Ze zullen perfect zijn om mijn opblaasbare bad te versieren. En ik zal mijn eigen raam hebben. Ik kan het uitzicht veranderen wanneer ik wil. De zon gaat onder. Het is bedtijd. Laten we het ontwerp afmaken met vissen. En natuurlijk geld. Is Molly weg? Geweldig! Wow, dat is puur goud. Ik zal wat gouden zand voor mezelf raspen. Huh? Wat is dat geluid? Oh, ik poets het bad voor Molly. Het goud moet glimmen. Ah, wat dan ook. Oeh, ik heb alleen wat goud nodig. Oeps. Water? Ik denk dat ik te ver ben gegaan. Ik heb een gat in het jacuzzi geraspt. Colin? Je bent zo'n freak. Ik heb meer goud nodig. Oh, ik heb een idee. Hallo? Ik wacht. Bedankt. Schattenlevering rechtstreeks van het schip. Piratengoud. Ik vind het geweldig. Zo ziet mijn kamer er zo duur uit. Ik kan nog meer goud toevoegen. En de hele muur ermee versieren. Oh, goud past echt bij mijn vibe. Ik zal rollen in het geld. Elk rijk meisje droomt ervan. Gouden deken en kussen. Ik slaap in luxe. Toiletpapier. Dat is alles wat ik me kan veroorloven. Hé, wat is dit?
Water van boven? Hé, Holly, wat is er gebeurd? Je lekt. Doe er iets aan. Ik ga het maken. Dat is het. Ik heb het gat gedicht. Zal dit werken? Ja, geweldig. Hé, ik word weer overspoeld. Holly! Wat? Oeps. Colin, hoe kon je? Mijn rijke lifehack. Een gouden ei. Kom hier, schatje. Jee, een gouden eend is uitgekomen. Kwak, kwak, kwak. Deze jacuzzi is alleen voor de gekke rijken. Mijn badkuip mist iets. Oh, nu heb ik een douche. Geweldig. Maar ik heb nog steeds geen luffa. Oh. Ik heb het uitgevonden. Ik zal geld verdienen met mijn muziek. Muziek brengt mensen samen. Wauw. Oh ja, nu kan ik dit geld gebruiken om een luffa te maken. Het is een 1 miljoen dollar idee. Wat vinden jullie van mijn kleurrijke planken? Huh? Ziet er geweldig uit. Maar karton is het beste ooit. Ik zal iets maken. Nu hebben al mijn favoriete badproducten hun eigen plek. Behalve deze. Oh, Colin. Je hebt net je plank af. Perfecte timing. Vind je het erg? Bedankt. Altijd, Holly. Mijn bord? Wie heeft er een hap van genomen? Mijn favoriete mok? Wat is er met jou gebeurd? Ik hou van mijn mozaïekspiegel. Molly, wie zou onze borden kapot kunnen maken? Geen idee waar jullie het over hebben. Moet je kijken. Dit mozaïek lijkt veel op mijn beker en jouw bord. Dat is visachtig. Molly, is er iets dat je wilt uitleggen? Het is toeval, ik moet gaan. Ik heb een geweldig bordspel gemaakt. Tic-tac-toe. Meiden, zijn jullie beneden? Ik ben. Hou mijn drankje vast, Molly. De regels zijn net als tic-tac-toe. Je speelt X. Ja, ik heb gewonnen. Oh, ik heb wat toiletpapier nodig. Bedankt. Kijk, mijn zet. En je hebt verloren, bro. Loser. Wat? Wat is er? Waar wacht iedereen op? Er staat een rij, man. Het toilet is bezet. Hé daar, wil je opschieten? Wat is er? Vergeet het maar. Het is onze kamer vanaf nu. Doei! We zullen een andere badkamer moeten bouwen. Auw! Geen rommel meer maken. Wow, wat is dat? Een gouden kostschoolticket? Ik ben weg! Hoi, daar ben je. En mijn koffer? Dit is voor jou. Hoi, ik ben het nieuwe meisje. Waar komt zij vandaan? Oh. Welkom op onze universiteit voor de 1%. Ik sta op het punt om zelf miljonair te worden. Huh? Huh? Wie ben jij? En hoe ben je op mijn school gekomen? Ik heb het gouden ticket. Ik snap het. Kom hierheen. Dit zijn de kosten voor het huren van een kluisje. Contant. Dank u. Dank u. Maar waar is mijn kluisje? Contant of check? Dit is alles wat ik heb. Ik zie het. Oh. Dit kluisje is nu van jou. Zo stoffig.
Maakt niet uit. Het is een skelet. Hebbes. Stomme grap. Daar. Onze kamer ziet er goed uit. Dit bed is van mij. Ik slaap hier wel. En ik lig bovenop. Maar waar zal ik slapen? In een doos. Elliot, waarom ben je hier? Dit is een meisjesslaapkamer. Waar is het nieuwe meisje? In de doos. Maken jullie een grapje? Jouw bed staat hier. Mijn eigen bed. Dit is Elliot. Hij is de leukste jongen op school. Ik moet er geweldig uitzien. Dat hebben we onder controle. Zeg hallo tegen je ouders. Elliot, hoi. Zie ik er goed uit? Wow, geweldig. Ik kan ook wel wat make-up gebruiken. Aardbeien, natuurlijk. Ik kan er lippenstift en rouge van maken. Huh? Moet je haar zien? Ze ziet er gek uit. Ik ging overboord. Zet de aardbeien terug in de keuken. Sorry. Mijn prachtige nieuwe jurk. Tijd voor een andere outfit. Deze outfit is verouderd. Wow. Aangezien niemand het nodig heeft, neem ik het. Ja, absoluut. Oh man, de batterij is leeg. Ik heb een nieuwe telefoon nodig. Waar waren we? Wow, dat zal van pas komen. Deze tas of deze. Geen hersenbreker. Waarom zou je een mooi item weggooien? Uitverkoop, beperkte oplagen. Haast je. Wow, het was een groot succes. Scheikundeles begint. En je kwam niet voorbereid. Nu kunnen we beginnen met ons experiment. Meng twee chemicaliën samen. En we krijgen geld. Wauw. Waar wacht je nog op? Ga ervoor. Wauw. Ik denk dat we dit hebben. Geef die aan mij. Waarom moet ik met die blutte Courtney werken? Wie mixt er? De sleutel is om alles in de juiste volgorde te doen. Nee, je doet het verkeerd. Jij bent degene die het verkeerd doet. Het werkte. Geef het aan mij. Woeps. We hebben het gehaald. Courtney, je bent geweldig. Het is karton. En het is allemaal jouw schuld. Goed gedaan. Welke auto zal ik hierna kopen? Ik wil dikkere wimpers. En langer. Ik wil een komkommergezichtsmasker. Huidverzorging is essentieel. Huh? Ik heb een koffiescrub. We zullen stralen vanavond. Mijn kapsel zit ook goed. Leg mijn potloden terug waar ze lagen. Nu! Als je ze zo nodig hebt, neem ze dan. Een gloednieuwe jurk. De mijne is op bestelling gemaakt. Leuke outfits. Niet aanraken. Elliot, hi. Dank je voor de bloemen.
Courtney, het is voor jou. Oh. Je bent zo lief. Ik wil je mee uitvragen naar het beste restaurant in de stad. Dit kan niet waar zijn. Wacht even, ik kleed me om. Wat zal ik aantrekken? Hier is een idee. Dit tafelkleed zal een stijlvolle jurk zijn. Ik ben er klaar voor. Je ziet er fantastisch uit. Dank je. Laten we gaan. Hoe komt dat? Wat vind je van mijn nieuwe accessoire? Het is puur goud. Wow, indrukwekkend. Ik heb een idee. Vind je mijn accessoire mooi? Stijlvol, is het niet? Zo smakeloos. Kom op, Elliot. Stop met eten stelen. Ik heb hier genoeg van. Ik verander deze rommel van een kluisje in het mooiste kluisje van de universiteit. Ruim al het stof en spinrag op. Bedek het met bont. En plak geweldige stickers op de deur. Het geld onder mijn voeten zal mooi staan op de zijmuur. Ik vind het geweldig. Goed gedaan. Ik wil dit kluisje kopen. Nee, ik betaal alles. Niet geïnteresseerd. Deze geluiden zijn grappig. Wat is er met haar? Werk als cashière? Nee. Het lijkt wel of ze nachtmerries heeft. Arm ding. Je bent rijk. Slaap zacht. Geld, dat is geweldig. Testresultaten. Meisjes, zeer slecht. Courtney, uitstekend. Proficiat. Dank je. Oh. Elliot, nog een onvoldoende. Alweer. Mijn ouders zullen woedend zijn. Een onvoldoende? Waarom ben je boos? Oh nee, mama weet het. Ik ben er zo klaar mee. Elliot, ik zal je helpen. Ik kan je alles uitleggen wat je moeilijk vindt. Homerus was een oude Griekse dichter en de auteur van de legendarische Ilias. 100 plus 100 plus nog eens 100 is... 300! Ik heb het! Aurum is een edelmetaal. Ik heb het! Elliot, je hebt het vandaag veel beter gedaan. Goed gedaan! Ik sta bij je in het krijt, Courtney. Oh, big deal. Het is eindelijk tijd. Onze afgestudeerden zullen vandaag hun diploma's ontvangen. Elliot, gefeliciteerd. Courtney, ik ben trots op je. Maar je hebt geen schijn van kans. Wat? Waarom is dat? Een foto om te onthouden. Elliot, liefje, laten we een tweede jet kopen. Geen derde jacht. Kijk naar die tas. Oh. Geef terug.